hij is zo cute. Ja, echt. Denise is een rups aan het redden. Wij hebben net voor het eerst een koppelpoging gedaan. Goedemorgen, het is woensdag. En ik ga even bij Bodhi kijken. Ik ben zo benieuwd en hij is zo cute. Ah, daar zit hij. En Bodhi die vindt Sarah mega interessant. En Sarah vindt het ergens nog een beetje spannend. Zo, wat hebben jullie trouwens een rommel gemaakt van het hok. Hé, hey, kleine Bodhi. Ik wil hem zo graag aaien, maar dan moet ik nu te veel in het hok rommelen. Dus dat ga ik niet doen. Ga je nog kijken, Sarah? Kom je nog kijken bij je kleine vriendje? Sarah? Kijk, Sarah vindt het toch nog wel even spannend daar. Sarah? Hi. Oh. Hallo, kleine Bodhi. Hi, mag ik je even zo aaien? Oh, je bent zo cutie pie. Je bent zo zacht. Kom dan. Ik wil je zo graag. Hi, hi. Oh, je bent zo schattig. Ja, echt. Ja, maar het was natuurlijk vannacht echt wel vochtig. Daar heb je een slakkenhuisparty bij, inderdaad. Ja, oh, verschrikkelijk. Maar het is echt vies als je erop gaat staan. Dat is echt... Luister, ik dan nieuwe slippers aan die ik voor mij verkeerd gekocht heb. Want het zijn, voor mij is de kindermaat, ik weet bijna zeker. Ik moet mijn voeten erin persen. Ik heb gewoon maat 39 gewassen. Je hebt ze te klein gekocht. Is dat niet wijs? Ik heb 39. Hakken, sneakers, slippers had toch ook? Maar ik vind het kinderslippers. Ja, dat kan. Dan zijn ze smaller. Ik koop wel vaker dat soort dingen, kinderen. Omdat ik hele smalle voeten heb. Ja, en ik heb hele brede voeten. Ja, maar ik ga dus wel vaker naar de kinderdingen. Dat is leuk als je kinderdingen past. Oh, kijk nou. Daar is een valk. Zo'n vogel. Ja, grote nog ook. Ja, kan ook. Hij is wel mooi. Ik loop dus met Denise weer. Ik wil mijn vogel dan op camera. Ja! Yay! Maar we zien een hele mooie vogel. Nou, dan wil je hem filmen en dan vliegt hij uit beeld. Kijk, die zat dus vlakbij op de lijn. Hij is cameraschuw. Ik kan hem wel ver... Hij is mooi hoor, ik zie hem hier wat dichterbij. Alleen ik heb heel ver ingezoomd, dus heel moeilijk om mijn beeld stil te houden. Hij is wel echt heel mooi. Sorry voor het bewegende beeld. En daar is ons leuke huisje weer. Hij blijft leuk. Oké. Okay. En de hond zit weer. Voor hetzelfde raam. En nu beweegt hij. Ja. Hallo hondje. Daar zijn we weer. Kijk deze schapen. Met horns. En zwarte puntjes oren. Met horns. Zie je me nou uit te lachen? Horns. Jij bent echt erg. Kijk eens hier. Oeh, daar kom je kijken. Ja. Yeah. Hallo. Kijk dat haar, die krullen. Te grappig. Wat ben jij liefje. Oké, als de één schaap over de dam is. Daar volgt er, hè. Hallo. Kom je ook kijken. Ja, die is kleiner. Ik denk zijn kind. Nee. Haar kind dan. Hi. Kom eens. Hi. Zo, dat is stug, die krullen. Dat zijn klitjes, hè. Zo, die hoorns. Klitjes, hè. Die zijn wel kik. Oké, ze staan in een heel veld gras. En ze eten gewoon nog gras. Gras aan de andere kant is altijd groener. Dat is in dit geval ook wel waar. Kijk maar. Dit is wel echt groener dan dat. Wow. Wat zijn jullie leuk. Oh, nou wil ik een heel groot huis met een groot konijnenren en schapies. En deze schapen. En alpaca's.
Oh, die zijn ook leuk. Oh, die zijn zo geweldig. Ik heb ze mee gewandeld, hè? Zo leuk. Dag lief, was jij... Ja, dat ben ik de hele tijd aan het scheppen. Dat weet ik ook wel. Daar geef ik iets dat je niet mag. Ah, ze worden helemaal wild ervan. Ah. Plagen. Zo. Nu is hij zo'n rups aan het redden. Hij is wel cool trouwens, laat eens zien. Hij heeft wel hele coole strepen. Oh, hij zit erop. Het is nog gelukt ook. Hij is wel mooi. Toch? Hij is heel mooi. Je hebt gewoon een rups gered. Wat voor vlinder ga jij worden dan? Huh? Nou, als je zulke mooie strepen hebt, dan moet je wel een mooie vlinder worden. Je hebt gewoon een rups gered. Ja. 10 kilometer verder. En daar is onze vriend weer. Is het hij is verongelukt. Een beetje wel, volgens mij. Maar hij zit een beetje afgedraaid. Als je daar ook op mijn scherm kijkt, dan zie je het. Ik kan hem wel verder inzoomen, maar dan kan ik hem helemaal niet meer stil houden. Hè? Als ik hem verder inzoom... Dat is een grapje, baby, houdt hij heeft ons gewoon achtervolgd. Hij jaagt op ons, al 10 kilometer lang. Dat jij een muis bent. Ja, ik ben ook een muisje, toch? Ja. Zo'n heel, heel, heel muisig lieblingetje. Wat ben ik dan? Hoe ben jij? Wat ben ik dan? Dat vraag ik me dan af. Nou, jij bent nu een roofvogel, want als ik schattige kijkjes die zeggen, nee, lelijk! Ja. Dus, wat maken we jou een brombeer? Nou, graag. Oh, ik ben weer thuis. We hebben een flink stuk gelopen. Dus ik voel het nu wel echt, echt even in mijn benen, maar het is wel ergens goed voor geweest, want ik heb 10.000 stappen alweer binnen en we moeten nog een hele dag. Alleen mijn batterij is nu aardig leeg, dus die moet ik eerst opladen. Dus als ik dingen ga doen, dan telt die ze niet. Dat is mijn allergrootste probleem natuurlijk altijd. Maar goed, er zijn ergere dingen op de wereld. Ik ga zo eerst even wat te eten maken en... dan ga ik wat doen. Ik hoef Sarah zo niet op te halen. Die gaat bij Mila spelen uit school. Dus die gaat gelijk met Georgia en Mila mee. En ik zit even te denken. Ik wil misschien eigenlijk nog even wat plantjes halen voor in de voortuin. Want de tuinman is geweest. Dus het leek of onze plantenbakken heel vol stonden. Maar ja, toen ging het onkruid ertussenuit. Dat had heel hard gegroeid met de regen de afgelopen tijd. En dan is er opeens weer heel veel ruimte. Dus ik ga denk ik zo even kijken... of ze nog het leukste hebben staan. Ik word hier altijd zo hebberig van. Wie heeft dat nog meer? In een plantenhal hebberig worden. Ik wil dan altijd alles hebben. Maar we hebben zoveel planten staan thuis. Dat ik ze niet kwijt kan. Ik had deze gehad. Of in ieder geval die ga ik halen voor in de tuin. Maar dan sta ik weer bij de bloempotten. Ik hou van bloempotten. Maar ik zie niet wat ik zoek. Wij hebben net voor het eerst een... poging gedaan tussen Sarah en Bodie. Dat was nog best wel spannend. Het is een goed teken als de een op de ander probeert te rijden. Dat gingen ze ook proberen. Sarah ging proberen Bodie te rijden. Alleen Bodie is een kwart van de grootte van Sarah nu nog, omdat hij heel jong is. Dus dat was best wel een spannend dingetje. En wat ben ik donker in het scherm? Even kijken of ik dat beter krijg. Ja, dit is beter. Dus nu zitten ze weer zoals ze zaten. En ja, we moeten natuurlijk wel heel snel besluiten of we het echt permanent aandurven. En op zich zien we ook wel dat het goed gaat. Alleen het grote verschil maakt het gewoon heel erg eng. Dus, maar Bodie is zo leuk en lief. Dus we wilden al heel graag dat het lukte. Maar omdat hij zo leuk is, willen we het nog extra, extra, extra graag. En ja, we gaan echt snel moeten beslissen. We hebben er wel een goed gevoel bij verder. Sarah was niet vijandig of territoriaal. Maar ja, we gaan het moeten afwachten nog. Ik heb de rest van de avond zeer weinig gedaan. En ik ga nu lekker mijn bedje in. Vooral, ik heb zeer weinig boeiends gedaan. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een... duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, vergeet niet hieronder even op abonneren te klikken. Dan hoop ik je natuurlijk morgen weer te zien. Doei!